BTW-wet. Alles wat de klok slaat, sinds afgelopen zondag is de BTW-wet. Dus wij hebben gevraagd aan de directeur van de belastingen, de heer Ismaël Kalaykan, of hij wat vragen voor ons wil beantwoorden vandaag. Meneer Kalaykan, de BTW-wet, het is sinds zondag ingegaan, maar de gemeenschap heeft nog heel veel vragen. Hoe is het met de wet? Ja, die wet is aangenomen, we moeten die wet nu uitvoeren. Ik begrijp ook helemaal heel goed dat de gemeenschap een heleboel vragen heeft, omdat het nu echt is geworden. Hè? We hebben al die tijd met de BTW, over de BTW gesproken, er zijn allerlei sessies geweest, maar toch was het bij een heleboel mensen nog de vraag, gaat het toch wel door? Ja toch? Dus dan hebben we spotjes gemaakt op de tv en noem maar op. En dan was het toch wel eventjes, ach, die BTW die komt er, we zullen zien. Maar nu is het echt. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat er een heleboel andere vragen komen opduiken. Van, maar wacht even, hoe gaat het nu zo werken? Hoe gaat het dan werken? Hoe gaat het dan werken? Nou, we hadden inderdaad voorzien dat er een aantal zaken gaan oppoppen. Met name voor de ondernemers zijn er een heleboel vragen, maar ook voor de klanten, de consument, is het heel erg belangrijk om goed te informeerd te zijn. We zijn ervoor om de samenleving te informeren. We hebben al een heleboel informatie en we proberen die informatie nu te updaten, omdat er niet zo lang geleden een wijziging van die wet heeft plaatsgevonden. En we gaan die informatie updaten, een deel is al geüpdate en komt op de website. Daarnaast hebben we een e-mailadres, dat is btw@gov.sr. Als er vragen zijn, mogen die daar worden naartoe worden gemaild. En uiteraard staan we open, we doen interviews, we doen informatiesessies. En uiteraard gebruiken we ook Facebook. Om te kijken van wat leeft bij de samenleving, om daarop in te gaan. Een van de belangrijke zaken is natuurlijk, we hebben net gepubliceerd een lijst met goederen, waarvan wij zeggen dat is 0%. Die goederen die op die lijst staan, wil zeggen dat een ondernemer of een klant daar geen BTW voor in rekening hoeft te brengen. Oh nee, te betalen. Laat me het goed zeggen. De klant mag geen BTW op die goederen betalen. Die ondernemer die mag ook geen BTW in rekening brengen voor zulke goederen. Dan praat ik over uien, knoflook, aardappelen, cassavebrood, meel staat erop, enzovoort, enzovoort. Er zijn een paar specifieke vragen. Hoe gebeurt de controle? We zijn nu al op pad. Ik wil het woordje controle niet echt gebruiken, want het komt heel zwaar over. We zijn vandaag gestart met een aantal bezoeken naar bedrijven toe. Om te kijken van hoe gaat het, wat gebeurt er, hoe doe je het. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een service station houder. Hoe heb je die BTW toegepast? En waar heb je 10% en waar heb je 5% opgezet? Meer begeleiden en noem maar, zeg maar, om de ondernemers toch wel beter of meer informatie te voorzien. De omzetbelasting was 12% en die is nu ook per dezelfde datum, eigenlijk 31 december, afgeschaft. Ja. BTW is 10%, maar we merken niet dat de omzetbelasting er vanaf is gehaald en dan pas de BTW erop is geplaatst. Dat is een hele goede vraag. Inderdaad, die omzetbelasting, die moet er vanaf en dan komt de BTW in de plaats. Alleen is het zo dat er ook bij de omzetbelasting, ik dacht zoiets van 42 goederen of meer, die waren ook vrijgesteld van omzetbelasting. Dus op die goederen die nu op de schappen liggen, was er sowieso geen omzetbelasting. En wij hebben gezegd, maar weet je, de eerstkomende 3 maanden mag de winkelier die hun oude voorraad verkopen. De nieuwe voorraden ga
gaat dan de BTW, sorry hoor, dat de BTW gaan gelden. En als het valt onder een nultarief, dan geldt het wat ik net heb gezegd, van je mag het niet. En stel dat er een goed daar niet op die lijst voorkomt, dan gaat bij die nieuwe voorraad, die ondernemer, die winkelier, gaat BTW betalen. Gaat BTW doorberekenen aan de klant. En mag die BTW ook aftrekken. Alleen de klant kan het niet aftrekken. Dus alleen in dat geval is er geen omzetbelasting in dat goed. Alleen BTW. Maar die omzetbelasting was toen 12%. En nu is die BTW 10%. Dus je zou eigenlijk geen effect moeten zien op die prijs. Maar dat ziet de consument wel. Ik was gisteren bij een winkel en ik mocht een factuur inzien van een leverancier die al BTW had geheven op zijn product. Dus ik vroeg aan de winkelier, betaal ik dan nu nog extra BTW op hetgeen ik koop in de winkel? En hij zegt, hij heeft het nog niet ingevoerd. Eigenlijk kan de klant, dus wij als consument, lopen het risico om te veel BTW te betalen. Ik zou niet zeggen te veel BTW, ik zou meer zeggen dat de prijs zeg maar verhoogd kan worden. Maar die leverancier die nu goederen verkoopt, die moet het met BTW verkopen. En dan ga ik ervan uit dat het nieuwe voorraden zijn. En die winkelier die moet dan BTW toepassen. Zijn het oude voorraden, dan mag de winkelier, zoals ik al eerder zei, tot en met 31 maanden dat verkopen voor levensmiddelen zonder BTW. Die importeur, of die groothandel, zeg maar die importeur, die heeft toen BTW betaald, right? Omzetbelasting betaald. Zij hebben de gelegenheid om bij de Belastingdienst aan te geven dat de hun BTW, die omzetbelasting die ze hebben betaald, in hun voorraad nog zit, ja, dat ze kunnen verrekenen. Maar ze moeten daartoe een verzoek doen. Dus ook de importeurs hebben de mogelijkheid om straks die OB te verrekenen. Dus ook in dat geval zou er vanuit deze redenering geen prijsverhoging moeten plaatsvinden. Maar dat gebeurt wel. Ja, dan moeten we gaan controleren. En dat zijn we nu bezig te doen. De Belastingdienst heeft aangegeven dat wanneer wij als consument naar de winkel gaan, we moeten uitkijken naar een BTW-certificaat. Als dat er niet is en er staat op onze bon dat er toch BTW is aangeslagen, wat dan? Dan kun je twee dingen kan je doen. Eén is niet betalen die BTW. Andere is natuurlijk doorgeven aan de Belastingdienst. Laat me een nuance brengen, een beetje dit wat ik nu heb gezegd, een beetje verduidelijken. Wij hebben vanaf 1 november een registratie opengesteld. Dat ging niet zo vlot. Maar nu het allemaal echt is geworden, zie je dat we heel veel registraties krijgen. En ik verwacht nog veel meer. Alleen je hebt een bepaalde volume aan verwerkingscapaciteit. Dus dat duurt eventjes om die certificaat vrij te krijgen. Maar we zijn ermee bezig. En mensen die BTW in rekening hebben gebracht, die moeten die BTW ook afdragen aan de fiscus. En als het in bepaalde gevallen gebeurt, omdat, ik zeg maar wat, stel dat iemand BTW heeft betaald op eieren, dan vragen die winkeliers om dat niet te doen of terug te geven, maar ook de leveranciers dat ze geen BTW in rekening brengen. Want eieren zijn in ons geval nul tarief. Ja. Ja. Maar wat als die leverancier een omzet heeft van meer dan 1 miljoen per kalenderjaar? Dan moet hij die sowieso aanmelden. Richting. Maar de leverancier van de eieren? Ook. Maar dan moet hij dan toch wel BTW heffen? Nee. Je mag geregistreerd zijn, maar als je bepaalde producten levert die 0% zijn, dan moet je wel geregistreerd staan, maar je moet geen BTW in rekening brengen. Want er zijn andere aspecten aan die registratie.
Want je betaalt ook BTW voorbij. Ik zeg maar wat, als zo'n leverancier een airco koopt, gaat hij BTW erover betalen, toch? En dat gaat hij natuurlijk willen door laten werken in zijn kostprijs, toch? Dan zeggen we nee, die BTW die je daar hebt betaald, mag je ook verrekenen. We willen die consument zoveel mogelijk beschermen, dat die kostprijs niet omhoog gaat. Vandaar dat we 0% hebben gezet. Ik heb nog zoveel vragen, meneer Kalaykan, maar we gaan dat bewaren voor een ander moment. Ik wil nog wel de vraag stellen over die grens van 1 miljoen. Ja. De mensen die minder dan 1 miljoen omzet hebben per kalenderjaar, moeten zij zich ook registreren? Nee, ze moeten niet, maar ze mogen wel. Elke ondernemer moet voor zichzelf even nagaan, als ze beneden die 1 miljoen zitten, van wat is voor mij voordelig. Want als ik me heb geregistreerd, dan is het zo dat ik ook die vooraftrek kan brengen. Maar als ik me niet heb geregistreerd, kan ik geen vooraftrek in rekening brengen. En hoe ga ik me dan op de markt begeven? Worden mijn producten niet duurder? Dus, maar ik kan niet specifiek zeggen van bij die ondernemer gaat het zo werken. Zij moeten het zelf een beetje vanuit hun eigen omstandigheden gaan uitrekenen. En is er een overgangsperiode voor de BTW-wet? Zijn er dingen die nu ogenblikkelijk worden toegelaten? Want u zei iets over 1 maart. Dat is in die wet opgenomen, dat ze een mogelijkheid hebben om tot en met 1 maart de levensbehoeften, zonder hun oude voorraad. Hè? Want als ze een nieuwe voorraad gaan kopen, gaan ze sowieso BTW betalen. Dat kunnen ze zonder BTW verkopen. Is er een overgangsregeling? We hebben voor de importeurs of producenten ook een overgangsregeling. Alles wat in hun voorraad is en ze hebben het in 2022 gekocht en het is nog in hun voorraad, kunnen ze verzoek doen om die omzetbelasting daar te verrekenen met die BTW die ze gaan brengen, in rekening gaan brengen wanneer ze deze goederen verkopen. En dat geldt voor een jaar. Dus we hebben rekening gehouden met de aantallen dingen. Ja. Dank u wel, meneer Kalaykan. Heel graag gedaan.